TV De Veluwe mag weer even wat geld uitgeven, maar deze keer wel op een hele leuke manier. Want we zijn namelijk bij de Wintermarkt in Castella. Nou, en bij mij Henk Ermers. Henk, hoe gaat het? Nou, prima. Boven verwachting. Het is enorm druk zoals jullie zien. En vanmorgen was het stapvoets door de markt heen. Nou, er zijn ruim 20 kramen met een breed scala aan producten. Sommige voor een goed doel. Anderen voor een product aan de man te brengen. En wij denken dat het weer een geslaagde dag is vanmiddag om 4 uur. Ja, heel veel mensen die hier inderdaad rondlopen. Je noemt het Wintermarkt, maar stiekem zijn er veel kerstspullen te koop al, hè? Ja, inderdaad. Ja, weet je, je moet dit natuurlijk op tijd organiseren. Want mensen beginnen zich nu zorgen te maken over de spullen die ze willen ook kopen voor kerst. Voor de aankleding. En wij denken als ze dat op dit moment doet, dan zijn mensen al, ja, ze gaan het oriënteren van wat is leuk, mooie kerststukjes, mooie spullen. Ja. Dus daar kunnen ze hier vandaag volop voor terecht. Ja. Henk, we kunnen ondertussen genieten van een mooi muziekje wat hier is. We kunnen genieten van drankjes, hapjes. Zijn dat de spullen die hier te koop zijn, zijn die ook nog gemaakt door mensen van Castella zelf? Er zijn wel producten die gemaakt zijn door de bewoners van Castella, maar die zijn niet te koop. Die hangen hier als decoratie. Je hebt misschien wel gezien dat we hier een aantal echte natuurbomen hebben staan. Die zijn gesponsord door de Elshof uit Meel. En die hangen vol met spullen erin die bewoners van ons gemaakt hebben. Tijdens het koffie drinken, tijdens de inloop bij het bastion. Om toch een steentje bij te kunnen dragen aan een gezellige wintermarkt. Nou, wij staan hier nu bij een prachtige kerstboom en die is al heel goed gevuld met ballen. Maar die zijn er niet zomaar in gekomen, die zijn ook te koop. Ja, nou, de boom was vanmorgen helemaal leeg, om 10:30 toen we begonnen. En we hebben een zeer actieve Vrienden van Castella aan de Schittering. Dat is een stichting die zich inzet voor de bewoners van Castella aan de Schittering, zoals het al zegt. Die verkopen vandaag een kerstbal ter waarde van 5 euro. En die worden allemaal in deze boom gehangen. En met die 5 euro proberen we dadelijk mooie activiteiten weer te organiseren voor de bewoners van Castella, maar ook voor de Schittering. Ja, we hebben hier ook nog een handwerkclub. Dat is onze eigen handwerkclub. Dat is wel allemaal gemaakt door de bewoners van Castella. Die verkopen ook alles wat ze nu de afgelopen jaren gemaakt hebben. Want door de coronaperiode zijn we natuurlijk een aantal jaren de wintermarkt misgelopen. Maar die worden ook allemaal verkocht. Van gebreide sjaals, gebreide handschoenen, gebreide poppen. Een breed assortiment. En die verkopen ze allemaal. En ook daarvoor wordt het geld gebruikt voor de activiteiten. Volgend jaar weer? Als het aan mij ligt wel. En als het aan Rian, mijn collega, ligt ook, denk ik. Want volgens mij vraagt dit gewoon om herhaling. Dankjewel. Nou, dankjewel. Dankjewel. En jullie dankjewel voor jullie komst en aandacht. En tussen de kerstballen door en de lekkere hapjes die hier te koop zijn, staan er ook kraampjes voor het goede doel. Want hier bijvoorbeeld de spullen, die worden verkocht voor ALS. Ja. Want bij mij heb ik... Lydia? Klopt, ik ben Lydia Klaassen. Helaas heb ik de diagnose ALS gekregen. En dit jaar is het goede doel van Sirius Request, het glazen huis, is ALS. Super belangrijk dat er heel veel onderzoek gedaan wordt en dat er geld komt voor dat onderzoek. Omdat er is eigenlijk nog geen behandeling voor ALS. Dus je weet gewoon dat je heel hard achteruit gaat en uiteindelijk niet lang te leven hebt. Dus ja, ik vind het super belangrijk om te kunnen bijdragen, zoveel mogelijk geld in te zamelen. En dat doen wij door heel veel zelf te knutselen. En iedereen in mijn omgeving helpt, nichtjes en zussen en dochters en iedereen is aan het helpen om te knutselen. Om dan zoveel mogelijk geld binnen te halen wat we kunnen storten voor ALS, voor donatie voor ALS onderzoek. Ja.
Dus... En het geld wat jullie vandaag hier ophalen, gaan jullie persoonlijk afleveren bij het glazen huis? Ja, klopt. Ja, dat gaan wij doen. Wij doen ook, er gaan heel veel mensen voor mij wandelen, van Boksmeer naar Nijmegen, naar het glazen huis toe. En dat heet Onderweg voor Lied, zo heet de actie. En al het geld wat we binnenhalen, dus ook de mensen die wandelen, die proberen ook geld binnen te halen. En alles wat we binnenhalen, komt op die ene actie. En dan gaan wij op die maandag ga ik zelf de envelop met alles wat we binnengehaald hebben afgeven bij het glazen huis. Dus er komt ook, wat we hier hebben opgehaald, komt ook daarbij. Dus er wordt één groot, hoop ik, mooi bedrag wat we kunnen doneren. Ja. Ja. Nou, dank jullie wel en ik hoop dat je de hele kraam leeg verkoopt vandaag. Dank je wel. Dat hopen wij ook. Ook dank je wel. Ja. Ja, en als afsluiter, wij zijn helemaal blij verrast. Mensen uit de Valuwe. De bloemenzaak, Jip? Ja, inderdaad. We zijn gevraagd om hier zondag te komen staan om een beetje de kerstsfeer nog extra... ambiance te geven door verse producten neer te zetten met planten en bloemstukjes. Ja, en eigenlijk een klein beetje onze winkel ook een beetje te promoten. Ja. Ja, en dat mag ook, want ik heb begrepen, we vieren een jubileum, of niet? Ja, afgelopen vorige week zaterdag bestonden we 5 jaar. Dus dat was echt wel een leuk, heugelijk feit. Ja. Nou, gefeliciteerd met het feit, al 5 jaar in de Valuwe. Als mensen vandaag niet zijn geweest, kunnen ze dan toch nog in de Valuwe terecht voor een mooi kerststukje, een bos bloemen of wat dan ook? Altijd, om toch leuk met de kerstdagen in de bloemetjes te staan. Ja. Nou, heel goed. Dank jullie wel. Oké, alsjeblieft. Ja, en dat was het dan, de wintermarkt in Castella. Het was weer een groot succes, zoals afgelopen jaar ook is geweest. En wij sluiten af en we nemen een lekker, even kiezen, Piet. Gloewijn, warme chocomel. Gaat goed komen. Dank jullie wel.